Ik ben Johan Logge, ik woon in Hestel. Samen met mijn echtgenote en onze medewerker maken wij 200 koeien. Wij doen dat voor het ogenblik zonder sensoren. We maken de overwegingen, maar wanneer we de kengetallen beschouwen, zien we dat we niet echt vooruit gaan kunnen boeken met toepassing van, sensoren. Dus doen we dat voorlopig niet. We hebben vaste afspraken, mijn echtgenoot en de medewerker. Wanneer wij iets vaststellen, dan gaan wij dat gaan noteren in een boek. Wij komen wat tussen de koeien en we geven ons dan naar een lokaal waar alles kan genoteerd worden in een schrift. Alle behandelingen worden genoteerd, de inseminaties, de bronsten. En zo weet iedereen op elk ogenblik wat er gebeurt op die dag in de stal. In 2014 hebben we hier een nieuw jongveestal gebouwd. En na een paar maanden kiezen hebben we eigenlijk besloten voor een kalverdrinkautomaat te plaatsen. We hebben daarbij een aantal bedrijven bezocht en uiteindelijk besloten voor dat ook bij ons te doen. We zijn na 2 jaar nog altijd heel tevreden van de keuze. De pasgeboren kalveren komen onmiddellijk naar hier in het stal. Ze blijven een 10 à 14 dagen in een eenlingbox gehuisvest. En dan maak ik de keuze voor ze hier aan de automaat te plaatsen. Dan is het nog noodzakelijk voor 1 à 2 dagen hen intensiever te begeleiden naar de automaat. Maar van dan af gaat dat eigenlijk probleemloos. Komen zij automatisch zelf drinken tot de leeftijd van 65 dagen wanneer ze gespeend worden. Dus als je mij vraagt, heb je arbeid gespaard? Ik meen van wel. Mijn grootste werk bij die kalveren is eigenlijk echt observatie. Kijken als ze zich goed in hun vel voelen. Maar eigenlijk melk toedienen hoeft niet meer.